Yo, salam alaikum, dames en heren, broeders en zusters. Welkom bij de Shabir Show, vandaag op TikTok. Dit is een van de eerste keren dat ik gewoon live ga op TikTok. En ook nog met een Bluetooth headset van Philips. Dus hopelijk gaat het goed. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen en verstaan. Dus ik ben benieuwd. Vandaag heb ik een vrije dag. Het is Jum'a, vrijdag. Gezegende dag. Ik ben lekker aan het chillen op de bank. Ik was de nieuwe Matrix film aan het kijken. En ik dacht zo van, kom, ik ga een keertje gewoon live op TikTok. Normalitair kom ik live op YouTube. Ik ben een YouTuber, mensen. Voor alle TikTok-mensen, Ewadushi, ik ben een YouTuber, ik heb meer dan 2000 abonnees. Abonneer allemaal massaal op mijn YouTube-kanaal, Shabir Burhan, mijn volledige naam, ja? www.youtube.com/ShabirBurhani2021. Maar de link staat ook gewoon op mijn profiel hier, hè? Als jullie naar mijn profiel gaan, en dan klikken jullie op die Instagram-pictogram, dan zie je zowel mijn Instagram als mijn YouTube-kanaal. Dankjewel, volg mij, goed zo. Dus ja, het leek me wel leuk om een keertje zo op deze manier gewoon live te komen. Ik denk dat jullie mij nu beter kunnen horen en verstaan met deze headset. Want het heeft een ingebouwde microfoon dan als ik alleen met mijn mobiele telefoon live zou komen, zoals de vorige keer. Toen hoorden mensen mij heel zachtjes. Dus dit is wel een voordeel. Alhamdulillah. Hoe is het verder met jullie? Is het leuk hier op TikTok? Ik was daar net een beetje aan het swipen. En ik zag op mijn For You page. Zag ik een paar mensen die live komen. Het zijn standaard meestal dezelfde mensen. Zo'n zuster Inaya. Zij is een bekeerling. Ik vind haar wel een goede, vrome, mooie zuster. En ze was net live dus. Ze was haar zolder waar ze woont aan het schilderen. Zo'n muurtje. Ik zag haar achterkant. Ik zei tegen haar, ik heb haar geadviseerd. Ik zei, je kan beter niet je achterkant filmen, snap je? Als je dan zo op en neer gaat, je weet toch hoe bepaalde mannen zijn. Niet ik, niet vrome mannen, maar andere mannen. Die kunnen dan verleid worden of zo. Kan fitna zijn, begrijp je? Dus andere mensen zeiden ook tegen haar, je kan beter vanaf de zijkant filmen. Maar ze was wel netjes gekleed, dat moet wel gezegd worden. Ze had een mooie lange gewaad aan, zoals het islamitisch hoort. Alhamdulillah. Goeie zuster. Waarom gaat ze niet trouwen? Als ze trouwt, dan kan ze haar man dat soort werkzaamheden laten doen, toch? Zoals verven, schilderen. Hallo. Gezellig. Hoi, alles goed? Ik heb nog maar de vraag of het gezellig wordt. Ja, dat moeten wij ervan maken. Wij moeten het gezellig maken. Kijk maar, ik heb de zwaai naar buiten. Ja. Wat heb je daar? Nee, iemand zei zwaai even naar buiten. Oh, oké. Okay. Wie ben je eigenlijk? Ik zie je voor het eerst hier. Ik ben Rebecca. Rebecca, aangenaam. Ik ben Shabir. Ben jij? Shabir. Oké. Okay. Burhani, ik ben een YouTuber. Meestal kom ik live op YouTube. Abonneer ook op mijn YouTube-kanaal en volg mij op Instagram. Wat voor dingen, wat voor video's maak je dan? Ja, ik kom gewoon live en dan praat ik met mensen via StreamYard of gewoon over actualiteit en van alles en nog wat. Psychiater? Nee, gewoon... soms wel. Ja. Soms komen mensen die hebben een beetje GGZ-problematiek en dan probeer ik hen te helpen, klopt. Ja. En wat ben jij? Kom jij vaak live hier? Ja, bijna elke dag. Oh, vind je het leuk? Verdien jij er ook geld mee of gewoon leuk, zeg maar? Nee, ik doe het alleen voor de leukigheid. Ik ga niet aan iemand vragen of ze wat willen doneren of wat willen geven of wat willen doen. Alleen tikken, tikken, tikken. Okay. Hey, Sabine. En voor de rest, ik was aan het kijken voor goede doelen, maar er zijn alleen maar Amerikaanse goede doelen. Oh, vandaar. Bedoel je goede doelen hier op TikTok? Ja, om, laat maar zeggen, te doneren. Maar er staan alleen maar Amerikaanse dingen tussen. Dus mensen kunnen, ik weet niet precies hoe het werkt, want dit is een van de eerste keren dat ik hier op live kom. Mensen kunnen gifts of zo, cadeautjes sturen en dan krijg jij geld of je kan alleen maar naar goede doelen sturen. Hoe zit dat? Nee, hun geven gifts, dat komt bij jouw saldo, bij jouw account.
En je Oké. kan het of aan een goed doel geven, of Ja. je zet het op je PayPal-account. En van je Ah, PayPal-account, oké. ja, weet ik niet hoe dat Op verder. die manier, dat is wel handig. Heb je al wat geld binnengekregen of nog niet? Nee, heel weinig. Heel weinig. En Maar ja, hoe, dus één. ik vraag daar ook niet om. Dus ja, weet Ja, je, ik vind het ja. Ja, een beetje klopt. Jij moeilijk. vraagt er niet om. Maar stel dat je een gift krijgt, hoeveel is dat waard dan? Hoeveel geld is dat? Er gaat 80% naar TikTok. Zoveel, wauw. Ja, en Vier vijfde 20% deel gaat terug. gaat dus naar de Chinezen. Vier vijfde deel, wauw, dat is best wel veel. Ja, ik heb gehoord Ja. dat TikTok nu zoveel miljarden euro's waard is. Ja, vast wel, want steeds meer jongeren, kinderen, iedereen zit er Ja, tegenwoordig maar op. dat vind ik gevaarlijk. Ik battle ook niet met Ja. kinderen. Ik wil ook geen gifts van kinderen. Als Klopt, een beter. minderjarige mij geeft, blok ik en gelijk weg. Hai. Ja, gelijk heb je, want ik zag laatst zo'n filmpje voorbij komen. Er waren twee Hollandse gasten die waren echt soort van aan het bedelen met zo'n potje. Ja, dat vind ik te ver gaan. Ja, dat vind ik Zeiden ook 1 echt. cent, 10 cent, 15 cent. Dat was echt zoals op station, je weet toch, sommige mensen met zo'n karretje die muziek maken. Ja, inderdaad. Weet je wat het is? Ik heb zelf een zoontje van 10 en die vraagt ook Ja. altijd: Mama, mag ik muntjes? Mag ik muntjes? En dat werkt voor kinderen, werkt dat Klopt. verslavend. Hun denken: Ik ben Ja. belangrijk, ik geef iemand dat, Klopt. dus ik ben belangrijk. Rebecca moet Ja, gaan dat is werken, hoor je waar. volgende keer hoor. Is goed, Leetje, werk ze. Dankjewel voor je TikTok. Oh, jij ziet TikToks. andere comments. Je ziet andere comments. Je hebt veel fans zeker, veel volgers. Nee, valt wel mee. Ik heb er En nu even. hoe zit het Ik heb met het. deze wedstrijd of zo? Zijn we een wedstrijd aan het voeren of zo? Ja, Hier. mensen kunnen op jouw beeldscherm tikken. En Ah. dan krijg jij 3 puntjes erbij. Voor iedereen krijg je maar 3 puntjes. Dankjewel, ik heb ook een fan. Taliban Ja. strijder, SNL strijder. Sorry, Paul. Ik kom er zo aan. Kun je ook Ik bij was jezelf even. doen? Bij jezelf tikken of niet? Dat niet. Jawel, dat kan wel, maar dat doe ik niet. Maar dan komt hij bovenin, laat maar zeggen, krijg je ze dan. Maar Ah, je krijgt ze dan oké. niet bij je Ja, drie dit is wel punten. grappig. Ze hebben het echt gemaakt als een soort game. Nu begrijp ik dat het verslavend kan worden, inderdaad. Ja, heel vaak zeg ik, oh, nog eentje, nog eentje. En dan is het 2:30 s'nachts. En dan denk ik, oh. Dat is leuk. Dankjewel. En wat doe je zo al in je dagelijkse leven, zeg maar? Behalve Ik dit. ben schoonmaakster en ik ben moeder van een Oké. zoontje van 10. Oké, leuk hoor. Is Alleenstaande moeder. ja. Inshallah vindt u een goede man via TikTok misschien. Je weet maar nooit. Ik heb een hele goede man, maar wij zijn niet samenwonend. Oh, op die manier, ja. Ja. Is goed. Hartstikke leuk hoor. Ja, Gezellig. lekker. PC toch lekker. Ja, klopt, Mark. Dat klopt helemaal als een bus. Ja, die comments die u krijgt, die zie ik volgens mij niet. Ik zie alleen Nee. andere, ja. Alleen jouw eigen zie je, die van mij zie je niet. Klopt. Ja, je hebt wel meer interactie volgens mij. Je bent populairder. Maar gewoon, ik. Ah, I lose. Mijn ding is just aan het crying. Ik ga gauw verder, want er Is wacht goed. iemand. Was leuk hoor. Succes. Ja. Goeiedag Oh, verder. dankjewel voor je Doei. roosjes. Doei Bye doei. bye. Dag. Wauw, dit was grappig, mensen. Hoe ga je hieruit? Oké, mensen, dit was dus de eerste TikTok-challenge van mij. Ik heb helaas verloren. Volgende keer zal ik beter mijn best doen om te winnen. Maar het was wel grappig. Dankjewel voor het supporten. Ja, klopt. Ik ben meer YouTuber. Ik ben geen TikToker. Dus ja. Maar misschien komt dit wel op YouTube. Hè. Later, mensen. Goeiedag verder. Het wordt opgeslagen, toch, dit? Ik neem aan van wel.